Winters kunnen ijskoud zijn. Soms zelfs zo koud dat het gewoon gevaarlijk is om naar buiten te gaan. Op 9 december 1977 verdwijnt de 18-jarige studente genaamd Linda Velsi. Die middag ging ze naar het centrum om een kerstcadeau te kopen voor haar moeder. Maar ze keert nooit meer terug op de slaapzaal van haar campus. En al snel wordt er alarm geslagen. Waar is Linda Velsi gebleven? Hey, hallo en van harte welkom bij deze nieuwe misdaad en mysterie. Het is nog even wennen en dat blijft het ook. Maar ik wil jullie echt ontzettend bedanken voor alle lieve reacties die jullie hebben achtergelaten onder mijn vorige video, waarin ik jullie vertelde dat ik stop met het make-up gedeelte. Ja, er wordt natuurlijk altijd gemixt op gereageerd en dat is helemaal prima. Dat snap ik ook, verandering is altijd eventjes lastig. Vind ik ook. Vandaag ga ik met jullie hebben over de mysterieuze verdwijning van Linda Velsi. Geheel de maand december bespreek ik zaken die iets te maken hebben met de kerst, met de winter. En vandaag is het zeker een geschikte dag om het hierover te hebben. Jullie zien het al, ik heb mijn kerstoutfit aan. Ik ga gewoon geheel in stijl, dat hoort er nou eenmaal bij. Ik ga jullie straks daar natuurlijk alles over vertellen, maar eerst is het tijd voor het reclamemoment, want deze video wordt mede mogelijk gemaakt door Streamlabs. En we gaan even naar Dionne in het verleden, want ik draag een andere outfit. Vinden jullie vast niet erg, maar ik ben zo weer terug bij jullie na dit Streamlabs reclamemomentje. Want deze video wordt mede mogelijk gemaakt door Streamlabs. En Streamlabs is gratis software. Ik gebruik het ook voor mijn livestreams. Om dus zelf je livestream op te zetten. In verband met mijn hersenschudding heb ik best wel een tijdje, nou ja, niet gestreamd. Maar jullie weten dat ik een tweede kanaal heb genaamd Onderstream. En daar livestream ik normaal gesproken elke zondag op. En dat doe ik met videogames. Ik chat gezellig met jullie. En daar heb je natuurlijk software voor nodig. Dus heb jij nou ook het idee om dat in de toekomst te gaan doen, zou ik je zeker Streamlabs aanbevelen. Streamlabs Desktop is de gratis versie die je kunt downloaden om te streamen. Echt 80% van alle streamers op Twitch, YouTube en alle, nou ja, platformen waar je op kunt livestreamen gebruikt dat. Maar Streamlabs heeft nog meer tools om echt je kanaal te laten groeien. Je kunt bijvoorbeeld superleuke waarschuwingen instellen, overlays om je stream helemaal te personaliseren. Je kunt daar je donatiepagina aanmaken, je kunt muziek gebruiken, je eigen merchandisewinkel opzetten en nog veel meer. Ze rollen dus ook een nieuwe abonnementsvorm uit, genaamd Streamlabs Ultra. En daar kun je echt alle kanten mee op. Daarmee kun je dus op alle platformen tegelijk livestreamen. Dus wil je tegelijk live op Twitch, op YouTube, op Facebook, wat dan ook, dan kan dat dus met Streamlabs Ultra. Streamlabs Ultra kun je gebruiken op Windows en Mac, maar ze hebben ook een app voor je waardoor je dus alles kunt instellen en kunt uitzenden op je telefoon. Heel erg handig. Je krijgt er ook een app bij speciaal om je hele stream te personaliseren, om het mooi te maken naar jouw wens. En waar ik dus heel vaak vragen over krijg is hoe ik dus livestream vanaf mijn Nintendo bijvoorbeeld, mijn Nintendo Switch. Nou, bij Streamlabs Ultra krijg je dus ook een app waardoor je dus via je spelcomputers kunt uitzenden live op je favoriete platform. Je krijgt er ook een software bij om al je streams op te kunnen nemen. Voor hetzelfde geld wil je het daarna editen en op YouTube zetten of wat dan ook, of leuke clips van maken. Nou ja, kan dus allemaal. Die video's moet je natuurlijk ook een beetje mooi maken. Nou, bij dat Streamlabs Ultra abonnement zitten ook video editor programma's. Je krijgt zelfs een edit programma erbij om je reels, je TikToks helemaal in elkaar te zetten. Echt alles erop en eraan. Je bent helemaal compleet met Streamlabs Ultra. Streamlabs Ultra is dus echt een pakket, alles in één. En voor $19 kun je dit dus bestellen. Streamlabs Ultra bevat zoveel tools en apps die je kunt gebruiken. Echt in één pakket. Dus ben je van plan om te livestreamen op Twitch, op YouTube, op Facebook of wat dan ook, is Streamlabs Ultra het abonnement voor jou. Alle programma's, alle apps, alle software die erbij in zit, kost normaal echt honderden euro's en nu ben je voor $19 dus klaar. Ben je daarin geïnteresseerd? Ga naar het linkje onder in de bio en schaf Streamlabs Ultra aan als je, nou ja, wilt beginnen met streamen. Ik weet nog wel dat ik echt hulp nodig had om alles op te zetten, maar tegenwoordig gaat het dus echt een stuk makkelijker. Alles wordt eigenlijk voor je neus hoppakee neergezet. Dus wil je beginnen met livestreamen of wil je dat het makkelijker gaat, is Streamlabs Ultra echt het abonnement voor jou. $19 per maand, editing software.
software. Superveel apps om het je makkelijk te maken. Multistreamen, streamen met anderen in je livestream. Link in bio-app, donatiepagina, via mobiel stream. Echt alles is mogelijk. Dus check het, zou ik zeggen. Tot zover het reclamemoment. We zijn weer bij de Dion in de toekomst. En ik ga jullie natuurlijk alles vertellen over de zaak die ik vandaag heb voorbereid. Ik wil nog eventjes één ding meegeven, want ik stop over precies een week met mijn merchandise. Het is gewoon niet meer echt van deze tijd, van hoe ik op dit moment mezelf profileer. Het is gewoon tijd om daar afstand van te doen en afscheid van te nemen. Dus echt, alles gaat voor spotprijsjes de deur uit. Mijn boek kost €3,90. Een shirt, Dolly shirt, voor €7,49. Onder die shirt ook. Een hoodie voor €10,49. En die toilettas voor €4,50. Nou, het zijn echt goede prijsjes. Dus wil je nog wat scoren, echt op het allerlaatste moment, op de valreep, ga dan naar onneshop.nl. Link staat onder in de beschrijving. Ja, dan kun je nog iets op de kop tikken, want het gaat er helemaal uit. Of ik nog met merchandise terugkom, ik weet het nog zo net niet. Dus sla je slag op onneshop.nl, nu het nog kan. Vanaf 1 januari is het echt gedaan. Verder, het verhaal wat ik vandaag met jullie ga delen, heb ik ook besproken in mijn podcast, genaamd Moordkast. Dat doe ik samen met mijn broer. Wij zijn exclusief te beluisteren via Podimo. Ga naar podimo.nl/moordkast om je daar aan te melden. Je krijgt daar voorlopig nog 3 maanden gratis als nieuw lid als je daar aanmeldt. Dus ga daar naartoe als je ook onze podcast over deze onderwerpen wil beluisteren. Dan is het tijd voor de shout-out van deze week en die gaat naar Best Kappel Rutmas. Als 10-jarig kind keek ik al naar jou en nu opnieuw ben ik met jou meegegroeid en heb er nooit spijt van gehad. Het is zeker de moeite waard om Podimo te nemen. Het is echt een goede verlenging van je video's. Nou, ontzettend bedankt. Je hoort het. Download Podimo. Mocht je trouwens kans willen maken op de volgende shout-out, reageer hieronder in de comments met hashtag SOnnedy. Dan weet ik dat je mee wil doen en dat je comment genoemd mag worden. En wie weet kies ik die jouwe wel uit. Dus go for it. Ja, het verhaal van Linda Velsi. Het is echt een ijskoud verhaal. Letterlijk. Het verhaal is best wel recht toe recht aan. Dus ik wil er niet te veel over verklappen. In ieder geval wil ik wel er even bij zeggen dat dit verhaal echt hele heftige onderwerpen bevat. Zoals elke week zit er natuurlijk een dosis geweld en moord in verwerkt. Maar dit keer nog even een extra trigger warning, want er komt ook seksueel geweld in voor. Dat vind ik nog even goed om extra bij te benoemen. Ga je niet zo lekker of is dit een trigger voor je of wat dan ook? Kun je hier niet tegen? Klik deze video dan weg. Het is daarbij niet mijn bedoeling om respectloos of oneerbiedig over wie dan ook in dit verhaal te praten. En alle info die ik jullie geef is informatie gevonden op het internet. Gevonden in docu's, et cetera, et cetera. Dus het is tijd voor de Misdaad en Mysterie-serie. Een nieuwe aflevering. Dit is het verhaal van de verdwijning van Linda Velsi. We gaan heel snel beginnen. Voor dit verhaal duiken we even 45 jaar terug de tijd in. We gaan naar het jaar 1977. Het is vrijdag 9 december als de 18-jarige Linda Velsi, een studente op dat moment, door het centrum loopt van het plaatsje Onienta. En dat ligt in de Amerikaanse staat New York. Linda Jill Velsi werd geboren op 15 april 1959 in Brooklyn. Nou, dat ligt ook in de staat New York, dus ze komt wel uit die omgeving. Linda zit dan in het eerste jaar van haar studie. En ze is echt een hele knappe meid om te zien. Ze heeft bijna een engelachtig uiterlijk. Blauwe ogen, lang blond haar. Super lang haar ook. Het is echt goudblond tot aan haar middel. Ze heeft wel een klein beetje iets weg van de Disney-prinses Rapunzel. Dat is zo'n beetje het eerste wat ik dacht. Ook echt die jaren 70 stijl, weet je wel, als je die foto's ziet. Ja, gewoon zo mooi. Ze heeft verder een hele zachtaardige uitstraling. Hele vriendelijke, lieve lach. En ja, dat is ze ook. Dat wat zij uitstraalt, het is ook precies hoe Linda is. Mensen gaan heel graag met haar om en ze is daarbij ook nog eens gek op school. Linda staat dus echt in de bloei van haar leven en heeft op dat moment ook nog eens een vriendje. Linda woont zelf op de campus van de State University College of Arts and Sciences, in Onienta dus. Maar voor het volgende semester heeft ze een kamer in Chestnut Street op het oog. Die straat ligt in het centrum van Onienta. Ik weet niet wat de reden voor is hè, dat ze op zoek was naar een kamer. Want op die campus waar ze zat, sliep ze op een slaapzaal. Dat noemen ze natuurlijk een dorm. Misschien was ze dat beu, was ze toch een beetje introvert en wilde ze echt een plek voor zichzelf om zich te focussen op haar studie. Ik kan me dat best wel goed voorstellen.
Nou, ze zou dus naar die kamer gaan kijken en dat staat dus gepland op die 9 december van 1977. Die middag vertrekt ze naar het centrum van Onienta om die kamer te bezichtigen. Daarnaast had ze nog een doel, want ze was op zoek naar een kerstcadeautje voor haar moeder. Want ze had beloofd om met kerst thuis te komen. Natuurlijk is die campus, nou ja, die universiteit gewoon gesloten. Dus dan vertrekken de leerlingen vaak naar huis. Voor Linda geldt dat dus ook. Zij zou de kerstdagen met haar ouders samen en haar twee oudere broers spenderen. Want ze was nog met twee oudere broers opgegroeid. Haar ouders wonen in het plaatsje Woodbury, ook in de staat New York. En het is om precies te zijn 2,5 uur rijden vanaf haar universiteit af. Dus het valt mee qua afstand, maar je doet het ook weer niet peuterend in je neus eventjes heen en weer dagelijks. Dus ik snap wel dat je daar dan verblijft. Linda komt dus uit een gezin van 5 mensen. Haar moeder heet Carol Felsey en haar vader Howard Felsey. Daar heeft ze ook echt een ontzettend goede band mee. Ze zijn heel hecht met elkaar. En ik zei net al, ze heeft 2 oudere broers. En hun namen zijn Jim en Rick. Dus Carol en Howard hebben 3 kinderen. Jim, Rick en Linda. Vooral voor moeder Carol is het best wel lastig om haar dochter los te laten. Want ja, sinds ze 18 is, is dus het huis uit op kamers 2,5 uur bij haar vandaan. Ze zijn altijd zo hecht en close geweest. Ja, toch een meisje die ineens haar vleugels spreidt. Dochter die ineens dan van je weggaat. Dat vindt Carol best wel moeilijk. Des te fijner het ook is dat Linda gewoon terugkomt met de feestdagen om kerst gezamenlijk met de familie te vieren. Maar dan is het zaterdag 10 december. De familie zit aan tafel. Ze zijn aan het dineren met wat kennissen, wat goede vrienden die ze over de vloer hebben die dag. Ze zitten gezellig te dineren met die gasten. De telefoon gaat en Howard Felsey neemt dat telefoontje op. En het blijkt nogal een dringend telefoontje te zijn. Tijdens etenstijd werd al helemaal in de jaren 70 niet naar elkaar gebeld. Het werd alleen echt gedaan bij hoge uitzonderingen. Blijkbaar was dit die uitzondering op de regel. Het blijkt de campuspolitie te zijn van de universiteit waar Linda op zit. En zij komen met het nare bericht dat Linda al een tijdje wordt vermist. Al 24 uur lang om precies te zijn is Linda nergens gezien door niemand. Vader Howard Felsey schrikt zich natuurlijk helemaal te pletter, maar wordt meteen ook best wel een beetje pissig. Want waarom bellen ze pas een dag later? Het is 24 uur later. 9 december, laat in de middag, is Linda vertrokken, is ze nergens meer gezien. Waarom komen ze pas 24 uur later met het belletje? Waarom zijn ze niet eerder ingelicht? Nou, blijkbaar is dat dus de gebruikelijke procedure geweest van destijds daar, van de campuspolitie. Pas na 24 uur mochten ouders worden ingelicht. Het gaat natuurlijk ook wel om meerderjarigen. Dit waren andere tijden. Tegenwoordig wordt een vermissing veel sneller serieus genomen, omdat die eerste 48 uur, die zijn cruciaal. Ik denk dat het ook wel echt die tijd was. De ernst werd er denk ik gewoon nog niet echt van ingezien om meteen in te grijpen bij zoiets. Hè? Als ik daar de ouder van was, zou ik ook echt op mijn achterste benen staan. Dat zeg ik wel. Nou, die campuspolitie informeert Howard en Carol over de situatie, wat er precies gebeurd is wanneer Linda voor het laatst gezien is. En de dag ervoor, op 9 december, had Linda gewoon gestudeerd met haar vriendje. Zijn naam is trouwens nergens bekend, maar hij studeert daar ook op die universiteit en verblijft ook op die campus. Nadat ze met hem had geleerd, voor waarschijnlijk een tentamen of wat dan ook, vertrekt ze naar het centrum om een cadeau voor haar moeder te kopen en dus die bezichtiging te doen. Dat had ze tenminste gemeld aan haar vriendje. Haar kamergenootje merkt later op dat ze dus niet was teruggekomen en slaat alarm bij die campuspolitie. Linda is nergens te bekennen en nergens te vinden. Ja, vader en moeder kunnen bijna niet geloven dat dit waar is, want Linda is helemaal niet een meisje die niks meer van zich laat horen. Zo is zij niet. Dit is helemaal niks voor haar. Linda zou nooit zomaar verdwijnen en dan wegblijven. De moeder van Linda Felsey, Carol, die heeft die hele nacht wakker gelegen. Wat natuurlijk ook ontzettend normaal is. Welke ouder zou niet ontiegelijk bezorgd zijn, maar ze heeft die hele nacht gehuild. En ze heeft eigenlijk meteen het gevoel dat het ernstig is. Dat er iets goed mis is met haar dochter. Zij is recht kapot van dat haar dochter nergens te bekennen is. Nou, ook haar broers, Jim en Rick, horen van haar vermissing. En die hebben gelijk datzelfde gevoel. Dat onbehagelijke gevoel van dit komt waarschijnlijk niet meer goed. We gaan Linda waarschijnlijk nooit meer terugzien. Dat was eigenlijk direct de eerste gedachte bij
het hele gezin. Zij kennen Linda echt als een onschuldig meisje, wat prima vrienden heeft, nooit gekke dingen doet, uitgaat of drugs gebruikt of drank nuttigt. Zo was zij helemaal niet. Het is een heel eerlijk en oprecht persoon en ze had geen foute vrienden. En je moet natuurlijk nooit op uiterlijk afgaan, maar als je de foto van Linda ziet, dan denk je ook al, ja, dat is wel gewoon echt een onschuldig, braaf meisje. Natuurlijk moet je nooit echt op uiterlijk afgaan, hè? Don't judge a book by its cover. Maar ik geloof het meteen. In combinatie met de beschrijving die iedereen over haar maakt, ja, ze was precies het engeltje waar ze op leek. Nou, de ouders van Linda vertrekken die ochtend daarna gelijk naar de campus om een kijkje te nemen in haar kamer, om mensen te spreken. Wie heeft haar voor het laatst gezien? Wat zijn de laatste bewegingen die ze heeft gemaakt? Ze willen gewoon alles weten. Alles omtrent Linda kan wellicht helpen. Dus ze rijden 2,5 uur af naar de campus. En eenmaal daar praten ze dan ook met het vriendje van Linda. Wat weet hij? Hij is de laatste die haar gezien heeft, hè, voordat ze naar de stad ging. En als ze er naar vraagt, maakt hij zich wel echt zichtbaar zorgen om Linda. Maar ja, de politie, ja, die heeft hem wel flink aan de tand gevoeld. Dat kun je je wel voorstellen. Partners, het is altijd nummer 1 verdachte, hè? Bij een vermissing of een moordonderzoek of whatever, kijkt ze toch altijd naar de partner. En als die partner haar ook nog voor het laatst heeft gezien, is het vaak 1 en 1 is 2. Dus je kunt je voorstellen dat hij flink is ondervraagd, dat er best wel wat druk op is gelegd. Maar goed, er was niet echt een reden verder om hem te onderzoeken. Hij leek verder wel oprecht. Maar dat is natuurlijk wel lastig voor de politie, want hij is het enige spoor wat ze hebben. Op dat punt was er in ieder geval niks wat erop duidde dat hij er ook maar iets mee te maken zou hebben. Nou, de politie praat natuurlijk ook met het kamergenootje van Linda om te kijken wat zij nog heeft gezien en gehoord. En zij vertelt dat Linda zich ontzettend normaal gedroeg toen ze vertrok. Ze was vrolijk, ze merkte verder niks raars aan haar. Die kamergenoot vertelt nog wel iets anders. Want Linda had haar over haar plannen verteld, hè, dat ze naar het centrum zou gaan. Maar hoe Linda daar zou komen, dat was nog wel eventjes een vraagteken. Linda had gezegd, misschien loop ik wel of ik neem wel een lift. Dus zou ze misschien bij een vreemde zijn ingestapt? Het was die dag echt ontzettend glad. Het was heel koud. Het was hartje winter, hè, in New York. Ik las dat het op 9 december 1977, als je teruggaat naar de analyses die zijn gemaakt, dat het min 11 was. Dus het moet onwijs glad zijn geweest. En Linda had het misschien veiliger gevonden om te liften. Min 11 is echt ontzettend koud. Kun je gewoon hartstikke onderkoeld van raken. Daarbij liep er ook nog een enorm steile weg vanaf de campus richting het centrum op, die ze moest volgen. Er was geen OV die je daarheen kon brengen. Die steile weg moet ontzettend glad zijn geweest. Dus ja, liften. Het is best wel een plausibele theorie dat Linda liftend heen en weer zou zijn gegaan. Ja, wat als zij nou de verkeerde is tegengekomen, hè? Ze zal helaas niet de eerste zijn die zoiets is overkomen. Ja, die politieagenten, die rechercheurs, die slaan gelijk aan, hè, op dat woord liften. Levensgevaarlijk, of althans, het kan levensgevaarlijk zijn. Je weet niet waar je instapt. Ik vind het ook altijd doodeng, hè. Want die films, je ziet heel vaak films dat mensen liften. Ik kijk ontzettend veel horrorfilms. Loopt nooit goed af. Linda heeft het zelfs wel eens over dat liften gehad met haar vader. Haar vader heeft toen gezegd van, nou, ik heb liever niet dat je dat doet. Ik maak me daar zorgen over. Ik vind het niet zo fijn, jij als 18-jarig, nou ja, ontzettend mooi meisje. Ja, dat je bij een vreemde in kan stappen. Je weet het maar nooit. Daar kwam nog best wel een flinke discussie uit. Linda zag het gevaar niet van in. En zei haar vader dat ze prima kon liften. Je kunt je wel een voorstelling van maken, hè, hoe zo'n vader-dochter conversatie dan ontstaat. Ik geef Howard groot gelijk hierin. We weten in ieder geval dat het een mogelijkheid is dat Linda mogelijk heeft gelift. We weten het alleen niet zeker. Er is verder eigenlijk helemaal niks duidelijk. Er is geen enkel aanknopingspunt. Totdat de politie een politiehond inzet om op Linda's scheur af te gaan, om te kijken wat voor weg zij mogelijk heeft afgelegd. Die zoektocht die werd gestart bij het plaatsje Chestnut Street in het centrum van Oneonta. Die Chestnut Street, daar had ze natuurlijk die bezichtiging. Dus daar beginnen die speurhonden en nou ja, die pikken Linda's scheur inderdaad op. Zij is hier in ieder geval geweest, ze ruiken het. Nou, de speurhond begint dan in dat pand.
een beetje te snuffelen bij de voordeur. Dan vervolgens is er een trappetje waar je af moet lopen, zodat je de straat weer opkomt. Maar die speurhond speurt dus dat trappetje af en weet daarna geen geur meer op te pikken. Vanaf daar loopt letterlijk het spoor dood. De politie kan daarmee in ieder geval vaststellen dat ze daar waarschijnlijk ergens in een voertuig is gestapt. Vanaf daar is dus helemaal niks meer op te vangen. Nu vraag ik me wel af, hè, als het hartje winter is, min 11 buiten, er lag een ontiegelijk dikke pak sneeuw. Hoe snel vervliegt die geur dan? Heeft de sneeuw, heeft het weer nog invloed? Misschien niet. Ik ga ervan uit dat ze natuurlijk ontzettend veel kennis hebben hierover. Maar ik moest daar meteen wel aan denken. Vervliegt dat niet gelijk? Ja, het is zo ontzettend koud en guur en die lucht. Ja, hoe lang blijft dat hangen? Ik weet het niet. Maar goed, dat geurspoor stopte zo abrupt dat ze echt bijna met zekerheid konden zeggen: Linda is hier in een voertuig gestapt. Lijkt me dus wel echt zo'n naar gevoel voor die ouders, dat je nu eigenlijk nog net niet bevestigd krijgt van: goh, je kind is ergens in een auto gestapt. Geen idee waar ze is. Maar er is waarschijnlijk iemand bij haar met verkeerde bedoelingen. Hoe beangstigend moet dat zijn? Ja, misschien is ze wel bij iemand ingestapt, maar misschien is ze ook wel een auto ingesleurd. Hè? Is ze ontvoerd? Zit ze nog ergens? Springlevend? Is ze vrijwillig met iemand meegegaan of niet? Wat is hier nou precies gebeurd? Zoals ik al zei, het was ontzettend koud. Min 11 op die dag van 9 december 1977 in dit plaatsje. Het was echt zo koud. Vrij rondlopen kon dus al gevaarlijk zijn. Je kon dus gewoon onderkoeld raken als je ook maar iets te lang buiten liep. Dus stel je voor dat wat er ook met haar gebeurd is, dat ze nog ergens buiten is, in een bos of wat dan ook, dat ze ergens wordt vastgehouden wat heel koud is of ergens is achtergelaten. Ja, wie weet overleed ze dat wel gewoon niet in die vrieskou. Als zij ergens rondloopt, dan kan dat gewoon al dodelijk zijn. Dus de tijd dringt. Er was echt wel haast bij om Linda zo snel als het maar kon te vinden. Maar ja, waar ga je zoeken? Er zijn zoveel vragen die openstaan en zo weinig sporen. En de ouders van Linda gaan hier echt, die gaan eraan onderdoor. En hoe kan het ook anders? Want zij gaan letterlijk nachtenlang naar bed zonder dat ze weten wat er met hun dochter is gebeurd, waar ze is. Misschien leeft ze op dit punt nog. Weet je wel, dat je dan die nacht ingaat keer op keer, niet wetende hoe het met je eigen vlees en bloed gaat. Het lijkt me echt de hel op aarde. Die ouders die doen er dan ook echt alles aan. Hè? Ze voeren actie. Ze stellen een beloning vrij van $5.000 voor degene die met de gouden tip komt. Maar wat eigenlijk gewoon ook ontzettend goed helpt, is als de zaak, de vermissing, aandacht krijgt bij het grotere publiek. En Howard, de vader van Linda, die heeft wel redelijk wat contacten. Hij is namelijk dominee en heeft een flink netwerk. En via via kwam hij dus bij een cameraman terecht, die dus werkzaam was bij CBS, bij het programma 60 Minutes. Nou, ik ken dit programma dus ook, want ik kijk best wel vaak van die korte docu's voor mijn research zelfs. Dus ja, 60 Minutes is een tv-show en dat is zeker niet de minste. Het is dus een nieuwsprogramma gericht op onderzoeksjournalistiek. Dus ze doen ook heel veel research naar bepaalde onderwerpen, schokkende onderwerpen, waar ze dus documentaires over maken en uitzenden. Korte docu's, maar ook true crime, echt van alles en nog wat. Het zijn soms bizarre, maar wel interessante onderwerpen. En dat trekt dus echt een intens groot publiek. De show is vanaf begin af aan ontzettend succesvol geweest. Het is daar echt wel een begrip. CBS sowieso, hè? Kennen we denk ik allemaal wel. Maar door heel het land wordt 60 Minutes bekeken in ieder geval. Maar goed, Howard heeft dus contact weten te leggen met die cameraman van 60 Minutes. En die heeft zoiets van: goh, misschien willen zij hier wel aandacht aan besteden. Zij hebben hier wel oren naar, gelukkig. Tot nu toe was Linda nog niet eens op het nieuws geweest, hè? Dus ze hadden die aandacht ook wel echt even nodig. Uiteindelijk is de redactie van 60 Minutes gewoon hartstikke aangegrepen door deze vermissing. En zij willen Howard absoluut helpen het in de bekendheid te brengen. Dus ze maken een documentaire over de vermissing, een reconstructie. En ze roepen heel Amerika op om tips te geven over de zaak. Wat dus ook expliciet benoemd wordt, is dat Linda Felsi een kerstcadeau bij zich had voor haar moeder. Die had ze natuurlijk in de stad, in het centrum daar, gekocht. Dat is wel belangrijk om te benoemen, zeker als je reconstructie maakt. Misschien heeft iemand net een meid, een blonde meid met lang haar gezien met een cadeautje in haar handen. Nou, dan kan het niet missen. Of is dat net een herkenningspunt voor iemand, waardoor die link wordt gelegd?
Dat soort dingen, dat soort details zijn altijd super belangrijk om in een reconstructie te verwerken. Nou, er werd daarnaast een beschrijving gemaakt van Linda, hoe ze eruit zag. Ze droeg die dag een blauwe spijkerbroek, een zwarte jas. Ze had een kralenarmbandje om. Alles wat benoemd kon worden, werd benoemd. Ook de ouders van Linda, Howard en Carol, doen hun woordje tijdens die 60 Minutes show. Ja, ze doen een emotionele oproep. En daarbij vertellen ze ook van, joh, we zijn heel realistisch. We weten dat de kans gewoon klein is dat ze leeft, maar we houden hoop, hè. Die hoop hield ze ook op de been, want ze wisten gewoon niet wat er gebeurd was met hun dochter. En dan kun je ook eigenlijk niet anders dan die hoop maar houden. Dit idee, om 60 Minutes te benaderen, dat was ontzettend waardevol. Het was een hele goede beslissing om die erin te gooien, want ze krijgen heel veel tips binnen. Na die uitzending werd de vermissing van Linda ook landelijk nieuws. Het werd echt door heel Amerika opgepakt en kenbaar gemaakt. En binnen no time werden er 26 rechercheurs op de zaak gezet. En dit vond allemaal plaats binnen New York. Die behandelden natuurlijk stuk voor stuk de tips. En dat kon nu ook, omdat er zoveel mankracht op de zaak werd gezet. Was ook nodig. Eindelijk komt er een beetje beweging in. Is er een beetje actie gevoerd rondom deze vermissing. Wat lijkt me dat frustrerend als er maar weinig gebeurt. Toch bleef het een moeilijke zaak. Nu de zaak media-aandacht heeft gehad, landelijke bekendheid heeft, ja, dat zegt nog niet dat het is opgelost. En de omstandigheden van die tijd, dat het zo koud was, het pak sneeuw wat er lag, die min 11 graden, dat helpt allemaal niet mee. Want stel je voor dat Linda Felsie ergens ligt. Dat ze ergens is achtergelaten, dat ze is overleden en haar lichaam ligt ergens. Zou het heel goed kunnen dat dit pas over een paar maanden, pas als de winter voorbij is, ontdekt gaat worden. Die sneeuw die smelt namelijk niet tussendoor. Die blijft non-stop liggen omdat het zo koud is. En dat blijft koud en dat blijft sneeuwen. Dus ja, dan ben je gewoon onvindbaar. Voor zo lang, dat wil je natuurlijk voorkomen. Bovendien, Oneyenta is gewoon een moeilijke plek. Want er is ontzettend veel landelijk gebied. Veel bomen, bossen, doodlopende landweggetjes. Als je daar kwaad wil, dan kan je dat heel gemakkelijk ongezien maar doen. Er zijn plekken waar daadwerkelijk nooit iemand komt. Waar je gerust je gang wil gaan, wat je ook in je gedachten hebt. Een stukje verderop ben je al gewoon weg van de bewoonde wereld. Op een gegeven moment is er een tipgever die belt en het lijkt even om de gouden tip te gaan. Het is iemand van waterbeheer van Oneyenta. In die woonplaats hebben ze dus een waterreservoir en die hadden ze opgemeten. En die bacteriegraad, de hoeveelheid bacteriën die daarin werd gevonden, die was nogal gestegen. Dat kan erop duiden dat er misschien wel iets aan het ontbinden is in het water. Dus wellicht is het lichaam van Linda Felsie wel in het waterreservoir gedumpt. Je weet het niet. Het is gewoon een waardevolle tip. Het is goed dat dit soort dingen binnenkomen. Dat daar gewoon rekening mee wordt gehouden. Want stel je voor dat dat gewoon de oplossing is. Het is net die oplettende waterbeheerder die de boel eens toch even oplost. Er wordt een duikteam samengesteld die door de dikke ijslaag heen gaan. Bloedje gevaarlijk ook. Lijkt me dat beangstigend, onder het ijs terechtkomen. Ik heb er wel eens nachtmerries over. Maar goed, er wordt heel intensief gezocht onder dat water, onder die ijslaag. Wat ik mij wel even afvroeg, stel je voor dat het lichaam daar nou ligt. Kan het wel ontbinden? Het is zo koud, het is net een vriezer. Ik weet vroeger nog, uit volgens mij mijn geschiedenislessen, over die sneeuwman. Utsi heette die. Utsi. Die zat toch echt duizenden jaren lang in het ijs. Die was heel goed bewaard gebleven. Ik vraag me af of ontbinding, die bacteriële waarde die ineens gestegen was, of dat dan wel kan komen door een lichaam die daar dobbert. Want het lijkt mij dat dat niet heel snel ontbindt. Het is goed dat ze het hebben onderzocht. Maar helaas vinden ze helemaal niks. Geen spoor te bekennen van Linda Felsie. Linda werd dus niet gevonden in dat waterreservoir, dus die zoektocht die gaat verder. En het was voor de rechercheurs gewoon tijd om een nieuwe weg in te slaan, want dit leverde gewoon helemaal niks op. Het was tijd voor iets nieuws. Ze besluiten een lijst af te gaan met zedendelinquenten die daar in de buurt geregistreerd stonden en die dus hebben vastgezeten voor het toepassen van seksueel geweld. Nou, de politie besluit iedereen daar op die lijst te gaan verhoren. En dan zijn ze met name gefocust op zedendelinquenten die herhaaldelijk de fout in waren gegaan. Ik kan me dat wel voorstellen, dat als je een zedendelinquent bent,
dat je nog niet gelijk overgaat tot moord. Dus dat dat wellicht iemand is geweest die eerst dit soort delicten op zijn naam heeft staan. Daarna misschien heeft vastgezeten en daarna zoiets heeft van, goh, ik wil hier niet voor gepakt worden, niet weer. Dus ik zorg ervoor dat ik diegene de mond snoer. Dus ik snap wel dat ze daaraan dachten. Er is natuurlijk nog het vriendje van Linda Felsi. Want hij stond echt heel lang op het verdachtenlijstje. Maar goed, zijn verklaringen over wat hij die avond, die dag heeft gedaan, het werd allemaal nagetrokken en het bleek allemaal te kloppen. Hij had gewoon een alibi. En deze jongen, het vriendje van Linda Felsi, kon dat gewoon niet gedaan hebben. Hij zat natuurlijk ook met diep verdriet. Dan lijkt me dus wel echt zo ontzettend moeilijk dat je nog mensen moet gaan overtuigen dat je er niks mee te maken hebt. Maar dat je hoe dan ook iemand bent die ze in het vizier hebben, dat valt ook niet te voorkomen, maar wat lijkt me dat pijnlijk. Je maakt jezelf natuurlijk ook doodongerust. Maar goed, ze gaan dus die lijst van zedendelinquenten langs en komen dan uit bij een 26-jarige man genaamd Ricky Knapp. En dit is een man die al eerder heeft gezeten voor een zedendelict. En dit delict vond plaats op de campus waar Linda dus studeerde. Ja, dat is wel interessant natuurlijk om naar te kijken. Tijdens dat incident liep er dus een jonge vrouw op een iets wat verlaten weggetje. Het was een soort afgelegen heuvelweg waar bijna niemand kwam, om een stukje af te snijden om van of naar de campus toe te lopen. Nou, daar liep die jonge vrouw dus. En deze Ricky Knapp had zich destijds in de bosjes verstopt. En toen hij dus die studenten zag lopen, besprong hij vanuit de bosjes die jonge vrouw en heeft hij dus verschrikkelijke dingen met haar gedaan. In de podcast kan ik daar wat vollediger in zijn. Kan ik het letterlijke woord noemen? Dat kan hier niet. Maar het is echt, echt next level. En Ricky heeft hier zelfs 3 jaar voor gezeten. Dus ja, hij heeft precies op die plek al het een en ander aangericht. En niet alleen dat. Je zou denken, dan heb je er wel van geleerd, hè? 3 jaar gevangenis, maar nee. Ricky Knapp sloeg weer toe. En dit gebeurde nog maar 2 weken voordat Linda Felsi vermist raakte. Naar verluid heeft hij in diezelfde buurt, volgens mij in het centrum, een student ontvoerd. Die heeft hij gedwongen tot seksuele handelingen. Maar dus echt ontvoerd. Dat zou dus ook wel weer in dit plaatje kunnen passen. Dat wat er met Linda is gebeurd, dat die speurhond ineens die geur kwijt is. Zou hij ook Linda hebben ontvoerd? Voor dat tweede delict, wat 2 weken voor de vermissing van Linda plaatsvond, daarvoor werd hij ook gepakt. Maar hij kwam vrij op borgtocht. Een borgtocht ter waarde van $5.000, dat had hij afgetikt, kon hij zijn proces in vrijheid afwachten. Dus ja, dat is wel echt. Stel je voor dat hij de dader is. En dan zo'n lage borgtocht, terwijl je gewoon al eerder 3 jaar hebt gezeten. Hoe haal je het als rechter ook in je hoofd? Maar goed, is zoveel kans op herhaling toch bij zo'n iemand? Het is al de 2e keer. Het is gewoon echt heel wrang, als je erover nadenkt. Het is in ieder geval duidelijk dat deze Ricky tot echt verschrikkelijke dingen in staat is. En als het om Linda gaat, zij is ook een studente uit die omgeving, zou haar ongeveer hetzelfde zijn overkomen. En zitten ze met deze Ricky Knapp wellicht op het goede spoor? Deze Ricky Knapp wordt ondervraagd door de politie. En zij vragen hem gewoon op de man af. Van, goh, heb jij hier iets mee te maken? Ken jij deze vrouw? Heb je haar gezien? Is er iets wat je ons moet vertellen? En Ricky beweert van niks te weten. Dan noemen ze de straat, Chestnut Street. Ben je daar toevallig geweest op die 9 december? En Ricky zegt, joh, ik weet van niks. Ik ben op borgtocht vrij. Ik weet dat jullie mij in het vizier hebben, dat jullie op mij letten. Ik zou niet zo gek zijn om nu misstap te maken. Wat denken jullie zelf? Maar als ze Ricky vragen, was je 9 december misschien in de buurt van Chestnut Street? Dan ontkent Ricky dit dus niet, gek genoeg. Hij zei dat hij daar inderdaad die dag was langsgereden. En dat hij zelfs een vrouw zag staan die hij een lift heeft aangeboden. Maar dat was een brunet. Met een witte lange jas. Dat was dus helemaal niet de beschrijving die overeenkwam met onze Linda Felsi. Plus, Ricky had haar dus wel een lift aangeboden. Maar de vrouw had vriendelijk bedankt. Die had zijn aanbod afgeslagen. Dus hij heeft niemand daadwerkelijk een lift gegeven. Zo beweert hij tenminste. Nadat Ricky alle vragen heeft beantwoord van de rechercheurs, vertrouwde agenten hem niet helemaal. Of eigenlijk helemaal niet. Zij vragen Ricky om de volgende dag een leugendetectortest te komen doen. Nou, Ricky zegt, ik heb niks te verbergen, dus jullie zien me morgen wel verschijnen en prima. Maar dan breekt de volgende dag aan. En Ricky komt niet opdagen.
Sterker nog, de politie belt hem en Ricky is ook niet van plan om op te dagen. Ricky heeft namelijk contact gezocht met zijn advocaat die hem al hielp met zijn eerdere zedenzaken. En die advocaat die heeft hem geadviseerd te zwijgen. De politie mag Ricky ook helemaal niet meer benaderen. Tenzij ze iets hebben waarmee ze hem echt in verband kunnen leggen met deze zaak. Maar als ze dat niet hebben, mogen ze Ricky er niet eens mee benaderen. Mee lastigvallen, om het zo maar te zeggen. Zo bizar, ze kunnen hem ook niet meer ondervragen dus. Niemand heeft er een lekker gevoel bij. Ook die ouders van Linda die hebben toch het gevoel dat ze bij deze Ricky Knapp toch wel op het juiste spoor zijn. Des te frustrerender het is hè, dat je er gewoon niks mee mag en kan, omdat er geen bewijs voor is. Hij wordt op een gegeven moment wel nauwlettend in de gaten gehouden door agenten, want hij is natuurlijk op borgtocht vrij. En ze beginnen hem te observeren. Alles wat hij doet, 24/7, wordt in de gaten gehouden. Al is het maar het kleinste delict op aarde, alles is gewoon prima als ze maar vast kunnen zetten. Al steelt hij een snoepje bij de kruidvat, hè, bij wijze van spreken. Alles waar ze hem op kunnen pakken. Ze hopen gewoon iets te hebben waardoor ze hem kunnen vastzetten en hem verder kunnen ondervragen. Maar tijdens deze observaties deed Ricky niks geks, niks opvallends of niks wat een link legt tussen hem en deze zaak. Maar dan komt er toch beweging in. Er meldt een man op de politie genaamd Arthur Hitt. En Arthur is een houthakker. En hij doet af en toe klusjes en werk voor onze Ricky Knapp. Dus ze kennen elkaar. Arthur is trouwens zelf best wel een grote, gezette man. Echt wel een beetje een bonk. En hij is ook niet al te zuiver op de graad hoor, kan ik je vertellen. Hij heeft een strafblad en wordt ook verdacht van een roofoverval. Dus echt een fris type is het niet. Maar hij is dit keer op het politiebureau om het juiste te doen. Deze Arthur, de houthakker, vertelt namelijk de politie dat hij wellicht meer weet over de vermissing van Linda. Maar dat hij dit alleen wil delen met ze in ruil voor strafvermindering. Dus hij is van plan om een deal te maken met ze. Ja, de politie stond natuurlijk te springen om meer informatie, want ze hadden helemaal niks meer waar ze op verder konden. En ja, een contact van Ricky Knapp zelf, die iets weet, het is echt wel een waardevolle getuige. Dus zij voelen wel aan dat ze dit wel moeten doen. Zij moeten gewoon een deal aangaan met deze man. Hopelijk kan hij ze dan voorzien van meer informatie. Dus die agent, die moet dat natuurlijk bespreken. Hè. Die kan hem niks beloven. Misschien kon er wel geregeld worden dat die aanklacht van de roofoverval verlaagd kon worden naar slechts een overtreding. En dan zou die maximaal een jaar de cel in moeten. Nou ja, dat is natuurlijk wel even een win-win voor beide partijen. Anders had Arthur misschien wel jarenlang de cel ingemoeten. Maar goed, dat krijgt Arthur natuurlijk niet voor niks. Dan moet hij wel echt met wat goeds komen. En die deal wordt gemaakt. En gelukkig komt hij ook wel met echt informatie waar de politie wel wat aan heeft. Ricky had Arthur namelijk gevraagd of Arthur hem een alibi wilde verschaffen. Die 9 december tot 1:08 in de avond. Arthur moest indien nodig, als hij verhoord werd, vertellen dat ze die avond samen waren. Om hem in te dekken. Ricky die wilde verder niet loslaten waarom. Dus meer kon Arthur de politie ook echt niet geven. Maar ja, het is natuurlijk nogal wat. Dus die vermoedens dat Ricky erbij betrokken zou zijn. Ja, je kon er eigenlijk ook bijna niet meer omheen. Maar er was nog steeds geen concreet bewijs. Er is geen lichaam. Er is geen DNA. Er is sowieso geen onderzoek. Er is... waar hebben we het over? Dat weten ze gewoon nog steeds niet. Het enige wat ze weten is dat dit zaakje verschrikkelijk stinkt. Ricky Knapp, die een alibi nodig heeft op 9 december. Precies het tijdstip dat Linda Velsi verdwenen is. Ja, hoe groot is de kans dan dat je het niet gedaan hebt? Ja, de politie heeft zoiets van, Arthur, het is allemaal leuk en aardig. Maar dit is nog niet de gouden tip. Je zou ons nog wel verder kunnen helpen. Je hebt al strafvermindering gehad, dus zij hopen dat hij zich daarvoor wil inzetten. Ze willen hem namelijk op een Ricky afsturen met afluisterapparatuur. En daarmee hoopt de politie dat er een bekentenis gaat vallen. Hè? Dat Ricky alles vertelt aan zijn vriend Arthur. Aan de houthakker. En dit trucje kennen we natuurlijk als geen ander. Onze lieve held Peter R. de Vries heeft ergens in het jaar 2007, geloof ik, hetzelfde gedaan met Joran van der Sloot. Alleen heeft hij dat op de nationale televisie gebracht. Hoe geniaal is dat, hè? Jongens, jeetje. Maar dit was 1977. Afluisterapparatuur.
dan moet je echt wel met een flinke kast hebben rondgelopen, hoor. Denk ik. Ik denk niet dat het zo'n staafje was. Ik denk dat je dan gerust met zo'n kast rondloopt. Ja, wie zal het zeggen? Ik weet het niet, maar... Ik vermoed dat het wel zo gegaan moest zijn. Het is simpel, riskant, maar zo effectief als dit lukt. Dan heb je hem gewoon, hè? Nou, Arthur stemt ermee in. Het afluisterplannetje gaat van start. En het eerste moment vindt plaats in een bar. Maar goed, alles wordt besproken met Arthur, de politie. Die sluit een overeenkomst. Arthur gaat dit klusje voor ze klaren. En hij spreekt af met Ricky in een bar om de eerste momenten vast te leggen. Wie weet kon hij ook zijn vertrouwen winnen, omdat Arthur zelf een strafblad heeft. Ga je niet zo snel denken dat diegene een informant is bij de politie. Dat is wel het laatste waar je rekening mee houdt. Nou, tijdens de afspraak in de bar vertelt Ricky aan Arthur dat hij wel door heeft dat hij in de gaten wordt gehouden door de politieauto's. Maar Ricky vertelt hem ook van, joh, ik maak me er niet zo druk over. Echt stalen zenuwen, deze man. Arthur probeert hem wel een beetje uit te horen, hè? Van, joh, hoe zag jouw middag eruit? En dan vertelt Ricky ook over die vrouw, die brunet die hij bij de weg zag staan, die hij een lift had aangeboden, maar die hem had afgewezen. Daar vertelt hij ook echt over. Maar meer eigenlijk niet. Ze hebben eigenlijk niet zoveel aan deze opname. Ja, Ricky was blijkbaar dus wel echt heel voorzichtig. Wie het ook was, hij koos heel voorzichtig zijn woorden uit. En dit bleek dus niet de manier te zijn om tot een doorbraak te komen. Ja, de ouders van Linda, die zitten echt met hun handen in het haar. Zij zijn zo bang dat deze zaak jarenlang zou vastlopen of misschien wel nooit tot een oplossing zou komen. Dat zij misschien ooit wel zelf zouden komen te overlijden zonder de kennis met wat er met hun dochter is gebeurd. En daar moeten ze gewoon niet aan denken. Ze komen eigenlijk met het plan om weer terug te gaan naar hun eigen woonplaats, 2,5 uur verderop. Om daar de kerst te spenderen. En dat voelt voor Carol alsof ze haar dochter in de steek laat. Maar vader Howard, een hele slimme man, die wil dus de dader het gevoel geven dat hij veilig is. Dat hij op zijn gemakkie kan praten. Omdat die ouders niet meer op zoek zijn naar Linda. Dat ze niet meer zo actief bezig zijn met het onderzoek. Want als dat zo gaande is daar in de buurt en veel mensen praten erover, ja, dan voelt hij zich wellicht zo erg in een hoek geduwd dat hij niet zijn mond open durft te trekken. En dat is natuurlijk echt een goede theorie. Het is een goed idee. Maar het is geen makkelijk idee voor ze. Want ze moeten daar wel weg. Ze gaan weer terug naar hun woonplaats in Woodbury. En daar doen ze alsof ze hun leven gewoon weer oppakken. Maar dan zonder Linda. Maar hoe verdrietig is het, hè? Dat je weet dat je dochter ergens is. Dood of levend, maakt niet uit. Je weet gewoon niet wat er met je kind gebeurd is. Ze is vermist. Je weet er niks over. Je hebt een sterk vermoeden wie hier iets mee te maken heeft, maar diegene trekt zijn mond niet open. Hoe pijnlijk en hoe moeilijk moet het zijn geweest? Op 31 december 1977 komt er dan uiteindelijk toch een doorbraak. Arthur stapt weer naar de politie, onze houthakker, die bevriend is met Ricky. En schijnbaar heeft Ricky hem nu eindelijk alles opgebiecht. Het is nu ruim 3 weken na de moord en Ricky heeft gewoon daadwerkelijk opgebiecht aan Arthur dat hij Linda vermoord heeft. Hij heeft het gedaan. Het lichaam van Linda zou hij hebben achtergelaten in de bergen van Delaware County. En daar zou hij het lichaam van Linda hebben verstopt in de sneeuw. Maar ja, er zijn zoveel bergen daar. Waar zoek je? Waar begin je? Daar is geen beginnen aan. Zeker niet met dat pak sneeuw wat er ligt. Die bekentenis is trouwens ook niet opgenomen. Hij werd destijds dus niet afgeluisterd. Dus ze hebben ook wederom weer helemaal niks. Geen concreet bewijs. Maar Arthur die dacht wel een paar stappen vooruit. Want die heeft Ricky namelijk ervan overtuigd dat Linda verplaatst moet worden. Arthur had Ricky namelijk gezegd van, joh, straks wordt het lente, dan smelt de sneeuw. Wat ga je dan doen? Want dan wordt het lichaam van Linda ontdekt. En misschien jij ook wel. Dus is het niet beter als we het lichaam van Linda samen gaan verplaatsen? Nou, Arthur, als houthakker, had een bulldozer die hem daarmee wel zou willen helpen. Dus met een bulldozer had hij een gat gegraven op een andere locatie. En daar zouden ze het lichaam naartoe brengen. Dat herbegraven, dat zouden ze doen in een straatje genaamd Winnie Hill Road. Echt in the middle of nowhere, een plek waar niemand was, waar ze niet gezien zouden worden. Daar zouden ze dit gaan doen. En dit plan, daar zag Ricky wel wat in. En het plan was
om de avond van 31 december, oud en nieuw dus om precies te zijn, om het lichaam van Linda te verplaatsen naar die plek aan de Winnie Hill Road. En dat gat had Arthur dus al voor hem gegraven. De politie die vindt het een geniaal plan en die grijpt die kans, hè, om Ricky eindelijk in de kraag te vatten. Ze kunnen hem eindelijk oppakken. Die avond verstoppen twee agenten zich in de bosjes op de plek waar ze het lichaam zouden herbegraven. Dus waar het gat, dat ja, graf voor Linda, vooraf al gegraven was. En daar wachten ze Arthur en Ricky op. Samen liggen die agenten dus in de bosjes om alles in de gaten te houden en om te wachten tot Arthur en Ricky zouden arriveren. Nou, die agenten waren dus echt aan het bevriezen. Het was die avond, of ik denk dat het nacht was zelfs, min 5 graden. Tenminste volgens de statistieken van die dag. Dus ook weer intens koud. En dan ineens zien de agenten 2 koplampen uit de verte komen van een auto. Nou, die auto wordt daar geparkeerd. En daarna stappen Arthur en Ricky uit. Dan openen ze de kofferbak en daar lag Linda dus in. En Ricky, die draagt Arthur op van joh, pak haar benen vast. Maar Arthur weigert dus. Hij vond het waarschijnlijk te sinister. Hij stond ook eigenlijk helemaal niet achter dit plan. Hij deed natuurlijk alsof, terwijl hij hem erbij naaide. Maar moet je nagaan dat dit dus best wel een intense operatie is, ook voor Arthur. Want hij heeft dat lichaam dus wel samen met Ricky opgehaald. En in de kofferbak gelegd. En hij heeft daarmee in die auto gereden en heeft het allemaal gezien. Hij is een informant, hè? Hoe traumatisch is het als je hierin verzeild raakt? Daar moest ik nog over nadenken. Dat ik denk van, goh, wat goed dat Arthur zich hiervoor inzet, maar wat intens. Holy shit. Die man kan wel een overval hebben gepleegd, maar dit is wel andere koek. Nou, Arthur werkte dus niet mee, dus Ricky besluit het zelf te doen. En hij tilt het lichaam uit die kofferbak, hè? De agenten zien van afstandje dat ze gewikkeld zit in een wit laken. Maar Ricky gaat echt ontzettend respectloos met alles om. Het is echt verschrikkelijk. Hij laat Linda vallen. Hij maakt echt ontiegelijk vunzige opmerkingen over haar en hele ongepaste opmerkingen, terwijl ze, ja, overleden is. Alsof ze nog leeft, maar hij nog even een natrap geeft. Als hij haar laat vallen, moet hij daar ook ontzettend hard om lachen. Hij ziet haar helemaal niet als mens. Dat is wel duidelijk. Dat Linda is vermoord is natuurlijk verschrikkelijk, maar dit is zo bizar respectloos. Iemand vermoorden, haar verstoppen tussen de sneeuw in de bergen. Haar lichaam dan nog verplaatsen en erom lachen als je haar laat vallen. Vunzig opmerkingen maken. Hoe haal je het in je hoofd? Echt, ik kan daar zo niet bij. Nou, die agenten zien op een gegeven moment hun kans schoon. Dit is het moment dat ze hem moeten gaan pakken. Ze trekken hun wapens en één van de agenten loopt van achteren naar Ricky toe. Terwijl Ricky dus nog aan het stuntelen is met het lichaam. Dan wordt Ricky ineens op zijn schouder getikt. En wordt hij dus gearresteerd. Ricky gaat dan trouwens nog helemaal door het lint. Die zegt letterlijk, schiet mij maar dood. Ik wil niet meer de cel in. Ik heb haar inderdaad vermoord. Dus hij geeft het ook daadwerkelijk toe dat hij het gedaan heeft. Ter plekke. Echt binnen split second. En ik denk dat dit ook precies het motief is geweest, hè? Ricky wilde gewoon de cel niet in. En dit keer besloot hij zijn slachtoffer dan maar van het leven te beroven. Hij heeft al eerder 2 delicten gepleegd. En dit delict mocht het slachtoffer absoluut niet onthouden. Dus het goede nieuws is dat de moordenaar erbij is. Natuurlijk moet alles nog worden onderzocht. En moet het vreselijke nieuws worden gebracht aan de familie van Linda Velsi. Zij zitten nu ruim 3 weken in onzekerheid. Niet wetende wat er met hun dochter is gebeurd. En eindelijk krijgen ze de duidelijkheid. Maar wel de verschrikkelijke waarheid te horen. Hun dochter is niet meer en is op een verschrikkelijke manier door toedoen van iemand anders om het leven gebracht. De politie stelt de familie telefonisch op de hoogte vanwege de lange afstand. Ik bedoel, 2,5 uur vind ik dat ze makkelijk hadden kunnen rijden. Maar wellicht waren ze bang dat het eerder op het nieuws zou komen. En dan snap ik wel dat je er als agent er toch voor wil zorgen dat die ouders er echt als eerst van weten en dat ze niet de tv aanzetten en ineens horen wat er met een dochter is gebeurd. Want de media verspreidt dit soort dingen echt ontzettend snel. Ik snap dat ze het op deze manier moesten doen. Wat ze heeft doorstaan, dat wordt later duidelijk. Maar het is, ja, een bekentenis van Ricky zelf. Daar kunnen we natuurlijk echt moeilijk van uitgaan. Maar dit is zijn versie van het verhaal.
In de verklaring van hem staat dat hij die middag van 9 december 1977 net naar een bar was geweest. Om precies te zijn, de Black Cat Bar. Toen hij klaar was bij de Black Cat Bar, reed hij de richting in van die Chestnut Street. Daar zag hij in de verte een meisje liften en dit blijkt dus achteraf Linda te zijn geweest. Ricky die besluit erop af te rijden en het meisje een lift aan te bieden. En Linda nam die lift aan. Dat deed ze echt met alle liefde. Ze was zo blij dat iemand haar een ritje naar de campus wilde geven. En ja, ze had al eerder verteld dat ze zou gaan liften. Het blijkt dat ze dit ook daadwerkelijk gedaan heeft. Het was die dag ook zo intens koud, hè? Dus, en Linda was iemand die toch het goede in mensen zag. Zij zag er het kwaad letterlijk niet van in. Dit is de discussie nog, hè, die ze met de vader heeft gevoerd. Zij zag niet in hoe gevaarlijk dit kon zijn en dat ze misschien de verkeerde zou kunnen tegenkomen. En die kans is natuurlijk niet per se super groot. Het erge is dat die kans aanwezig is en precies Linda overkomt dit dan. Nou, terwijl ze rijden, kletsen ze wat en naderen ze de school. En op het punt dat Ricky af moest slaan richting de campus, deed hij dit alleen niet. Hij bleef rechtdoor rijden richting het bos. En je kunt je voorstellen hoe erg je dan in paniek raakt als Linda zijnde. Dat je met een vreemde jonge man van 26 jaar oud naast je in een auto zit. Dat je eigenlijk geen kant op kan omdat je rijdt. Ja, wat doe je dan? Je weet dus ook niet wat zo'n vreemde man met je van plan is. Dus ja, die paniek van Linda is natuurlijk ook volkomen terecht. En ze onderneemt ook actie. Maar ik vind het dus wel heel dapper, hè, dat zo'n meisje van 18... die gooit gewoon het portier open. En ze springt de rijdende auto uit. Ricky, die stapt dan uit de auto, hè, die stopt. Ik kan me zo voorstellen dat hij naar haar toe rijdt en dat Linda al best wel gewond op de grond ligt. Want springen uit een rijdende auto, hij zal vast niet heel zacht hebben gereden. En dan terechtkomen op een keiharde, nou ja, superkoude weg. Ik denk dat ze ook niet in staat was om zomaar op te staan. Dus hij rijdt naar haar toe, hij stopt. Hij stapt uit en heeft Linda toen een aantal klappen op haar keel gegeven. Die klappen waren zo hard dat ze daardoor geen lucht meer kreeg en daaraan is ze overleden. Ze heeft echt 5 tot 10 minuten in die auto met hem gezeten voordat ze werd vermoord door hem. Dus binnen 5 à 10 minuutjes staat je leven zo op zijn kop. En word je zo abrupt uit het leven gerukt op zo'n gruwelijke manier. En wat is dat ook eng, dat je ineens in zo'n angstige situatie bevindt. Ineens zit je met zo'n vreemde man die je ergens naartoe rijdt met gekke intenties. En je weet gewoon niet wat iemand met je van plan is. Dat lijkt me echt zo gruwelijk. Wat in ieder geval uit de autopsie naar voren komt, is dat Linda om het leven is gekomen door verstikking en hoofdletsel. Hoe dan ook, Ricky is uiteindelijk veroordeeld voor second degree murder, te vertalen naar moord in de tweede graad, volgens mij doodslag. En hij wordt veroordeeld tot een gevangenisstraf van 25 jaar. In 2002 kwam Ricky voor het eerst in aanmerking om zijn voorwaardelijke vrijlating aan te vragen, maar deze werd geweigerd. En daarna heeft hij het nog 8 keer geprobeerd, maar keer op keer krijgt hij deksel op zijn neus. Godzijdank, want ik denk dat deze man voor eeuwig een gevaar is voor de samenleving. Zijn straf is dus keer op keer verlengd. Hij heeft dus veel langer gezeten dan die 25 jaar. Ik denk dat ze hem gewoon altijd als een gevaar hebben gezien, hè? Kan niet anders. Je mag niet zomaar iemand in de gevangenis houden. Zeker niet als je 25 jaar hebt opgelegd en je vrijlating continu wordt afgewezen. Nou, dan moet er iets niet helemaal lekker gaan. In juni 2018, dus 4 jaar geleden, stond er nog een hoorzitting gepland voor de aanvraag voor zijn volgende voorwaardelijke vrijlating. Zou het nu dan wel lukken? Deze zitting heeft Ricky alleen niet meer meegemaakt, want hij overleed 8 maart 2018 in de gevangenis. Op 66-jarige leeftijd om precies te zijn. Ook echt een duivels getal, hoe voorzie je het? 66. Het cirkeltje is daarmee helemaal rond. Monsterlijk getal voor dit monster. Uiteindelijk heeft hij dus 40 jaar gezeten. Waaraan hij overleden is, dat weet trouwens niemand. Dat is nooit echt naar buiten gebracht. Je zou denken, ouderdom, hè? 66 jaar is ook gewoon een leeftijd waarop mensen gaan. Het is vrij jong. Ben je bejaard? 66. Je bent gewoon net niet bejaard, toch? Maar hij zal wel ziek zijn geweest of zo. Of een andere gevangene heeft hem iets aangedaan. Want als jij als zedendelinquent in een gevangenis terechtkomt,
dan hebben je medegevangenen meestal niet het beste met je voor. En deze man had ook nog eens de dood van een jonge vrouw op zijn geweten. Dus ja, wie weet is hem wel iets aangedaan. Ik weet het niet, hè? Karma komt uiteindelijk toch wel een keertje haar schuld innen. Godzijdank. Er is ook nog een foto te vinden van hem, van toen hij wat ouder was. En op die foto heeft hij dezelfde ongeïnteresseerde blik als toen hij jong was. Zijn eerste mugshot, weet je wel, die enge grijns op zijn gezicht. Alleen nu heeft hij rimpels, is zijn neus groter geworden en zijn lippen nog dunner. Zoveel jaar na de moord, hè, tot op de dag van vandaag, Linda's ouders en familie, ze zitten er nog zo erg mee met alles wat er gebeurd is. Ze rakelen dit verhaal en wat er met Linda gebeurd is ook niet graag op. Ja, ze herdenken hun dochter natuurlijk wel heel graag en dat doen ze ook vaak. Ze houden haar graf ook echt ontzettend goed bij. Dat vinden ze heel belangrijk. Hoe je het ook went of keert, het blijft voor hun een groot gemis. Het is echt wel eventjes een leegte. In Onienta is er in de tussentijd veel werk gestoken in het veiliger maken van de campus. Want er waren natuurlijk meer studenten die slachtoffer werden van een misdrijf. Maar het was nooit dodelijk. Maar goed, de moord op Linda was doorslaggevend om de veiligheidssituatie op en rond de campus te verbeteren. En dat was ook echt nodig. Allereerst is geïnvesteerd in goed en veilig openbaar vervoer, wat ook gewoon 's nachts rijdt. Mensen niet meer hoeven te liften of te lopen met het koude weer in de winter. En ook liggen er een stuk of 34 telefoons met een noodknop op de campus. Stel dat je onveilig voelt en je loopt ergens, dan kun je dus zo'n telefoon pakken, die noodknop indrukken en dan krijg je direct een agent aan de lijn. Ze hebben echt wel hele goede maatregelen getroffen. Alleen helaas, te laat voor Linda. Hadden ze dat maar eerder gedaan. Het is dan zo zonde dat daar dan weer moord voor nodig is. Waarom kunnen dit soort dingen niet eerder het leven in worden geroepen, hè? Vraag je dan af. Het is hoe dan ook gewoon echt een super triest en verdrietig verhaal. Zo'n jong meisje in de bloei van haar leven, prachtige vrouw, heeft net een vriendje, heeft het zo naar de zin op school. En dan dat het zo abrupt en gruwelijk tot een einde komt, dat kun je bijna niet bevatten. Ik ben natuurlijk wel heel benieuwd wat jullie van dit verhaal vonden. Laat het mij vooral weten hieronder in de reacties. En volgende week is het alweer tijd voor de laatste december special. Want dan is het ook de laatste dag van december. En over de laatste dag van het jaar gesproken. Vanaf 1 januari 2023 sluit mijn webshop onneshop.nl. Ik heb daar altijd merchandise verkocht, maar dan een beetje in mijn oude stijl. Zijn er nou echt diehard fans die toch nog merchandise van me willen scoren en het leuk vinden? Je ziet hier in beeld nu wat er te koop is. Echt tegen spotprijsjes. Kwaliteit is wel echt enorm goed. En het zijn echt, nou ja, prijzen. Echt heel leuk om ja, misschien nog wat te bestellen op de valreep. Want volgende week sluit hij definitief, gaat Onneshop de lucht uit. En weet ik niet of ik ooit nog aan merchandise begin. Wie weet, maar voorlopig is het wel even mooi geweest. Dus bestel zo snel mogelijk, nu het nog kan, als je wil. Beluister natuurlijk ook mijn podcast Moordkast. Ongecensureerde versie van dit verhaal is daar te luisteren. Ik heb best nog wel wat dingetjes eruit gelaten. Dus ben je daar benieuwd naar? Ik doe dat samen met mijn broer Henrik. En we zijn exclusief en alleen te beluisteren op Podimo. Als nieuw lid kan ik jullie 3 maanden gratis aanbieden. Dus kun je 3 maanden gratis luisteren naar alles wat er op Podimo staat. Ga daarvoor naar podimo.nl/moordkast. En zorg ervoor dat je via onze link aanmeldt. Want alleen daar, via die link, krijg je die eerste 3 maanden helemaal gratis en voor niks. Nou jongens, dan wil ik jullie echt een hele fijne kerst toewensen. Zie ik jullie volgende week nog eventjes. Geniet ervan met je familie en vrienden. Koester je momenten. En maak er wat moois van. Heel veel liefs van mij. En fijne dagen gewenst.